Gaat hij ronddraaien. Ja. Dan is de rund echt dood. Dan gaat het echt bloeden. Hoe maken ze de rund nou precies dood? Heb ik het nou begrepen? Nou, een rund is heel sterk. Ja. Dus die kan ook die kan ook de krokodil bijvoorbeeld helemaal schudden. Zo met zijn hoorn zo doen. Dus moet hij echt dood. Anders kan hij zo zich beschermen. Dan kan hij helemaal weggaan. Bijvoorbeeld dan, als hij dat doet, dan gaat hij helemaal dood. En dan kan hij heel rustig opeten. Dan kan de koe de krokodil rustig opeten. Ja. Bij het programma, toen werd een mannetje werd toen weggejaagd. Omdat hij dus niet van de rund mocht. Maar nu heeft hij al 6 maanden niet gegeten. En wie had 6 maanden niet gegeten? De krokodil niet? Nee. Dus een half jaar niet gegeten. De krokodil? Ja. Ik wist helemaal niet dat koeien en een krokodil elkaar tegenkwamen. Ik weet alleen wel dat het dezelfde... Nee, niet koeien, runden! Ja, dat was weer een vertaalslag die ik spontaan gemaakt heb. Ja. Oh, yes.